Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Hyrule Warriors video. En we gaan naar de Valie. Ja, want jullie vroegen daarom en Piet die heeft gekozen. Ik kan Zelda niet meenemen naar de Valie. Dus ik moet het doen met Impa of met Daruk. En dan ga ik nu voor Impa, want die moet ik even trainen. Daar gaan we weer. Hoppakee. Oh, we hangen nu aan een kip. Wat? Super vet. De Rito's die wonen in een dorp in het Tabanta grensgebied. Dit gevleugelde volk heerst over de lucht en is buitengewoon bekwaam met pijl en boog. De meest kundige krijger van de Rito's is de trotse Revali. De logische keuze om de titaan Vamedo te besturen. Zelda en haar metgezellen reizen naar het Rito-dorp om hem te vragen hen te helpen. De reisgenoten reizen over een besneeuwd veld om monsters te vermijden, maar worden onderweg overvallen door een sneeuwstorm. Link vraagt Zelda op een veilige plaats te wachten terwijl hij de omgeving verkent met de kleine wachter. Dus daarom konden we Zelda niet kiezen. Wow, oké, wiens oog is dit? Is dit Revali's oog? Ik denk dat hij ons nu al letterlijk in de gaten houdt, hè? Ja hoor. Nou, nee, het is nog niet Revali, denk ik. Het zijn gewoon Rito's. En die laten zich even meevoeren met de wind. Ja, naar Rito Village. En daar is hij. Dit is Revali. Ja hoor. This nonsense again. Weer deze onzin. Oké. Okay. Hij stuurt zijn wachters er blijkbaar op uit. Daar gaan ze. Gaat Revali ook mee? Of wacht hij gezellig hier? Kijk hem dan. Ja, wat een baas, hè? Wat een baas. Nou, er mogen niet, geen andere mensen binnen dan Rito's, blijkbaar. Maar we gaan het toch proberen. Oh nee, moeten we gewoon tegen Rito-krijgers? Is het gewoon puur dat we moeten proberen om binnen te dringen? Druk op ZR om in plaats van een sterke aanval met terugslag te doen. Oké. Dat zag er heel goed uit. Dit ziet er echt heel goed uit. Dit is een lekker aanvalje, ja. Nee, joh. Maar ik moet gewoon heel het Rito-volk gaan slopen? Dat is helemaal niet cool. Ik bedoel, ik wil eigenlijk gewoon dat de Rito's mijn vrienden zijn. Ik wil ze niet kapot maken. Oké, hier is een brug. En aan de overkant van die brug staat iemand. Oh, en die, ja, die maakt die brug even kapot. Dus we zullen even een andere weg moeten zoeken, denk ik. Oh, dit wordt een puzzeltje, jongens. Ze gaan het ons in ieder geval niet makkelijk maken, zo te zien. Kijk, Impa, die is hier. Die is hier even aan het battelen. Ik help Impa even ermee. Waar moeten we nou naartoe, joh? Hier, moeten we hier naartoe. We moeten even deze Rito-commandant zien te slopen, denk ik. Au, dat gaat niet zomaar. Dan gaan we gewoon weer bommetjes gooien. Altijd leuk. Doet het altijd goed, bommetjes gooien. Hoppakee. Deze aanval is sick, jongen. Hoppakee. Ja, lekker, lekker, lekker. Oké, ik denk dat ik hem kan slopen. Ik ga gewoon deze aanval nu doen. Dan maak ik hem sowieso kapot. Hoppakee. En dat is één. En de poort is open. En dan kan ik met mijn zweefzeil dus gewoon daar naar boven. Even kijken. Dat is hier inderdaad. Hoppakee. Juist. Met mijn zweefzeil zo naar boven. En door naar het volgende punt. Sorry, Rito's. Maar dit is de bedoeling. Het is de bedoeling dat jullie allemaal kapot gaan. Oh, we kunnen hier ook op de wind zweven. Dan gaan we nog verder naar boven. Nice. Oh, arme Rito's allemaal, joh. Hoppakee. Alsof ze helemaal niks betekenen, joh. Ik dacht dat Revali gewoon de Rito's wel goed had getraind. Maar het is wel pijnlijk. Hoppakee, de volgende Rito-commandant. Kan ik die even vastzetten? Jazeker kan ik dat. Helemaal top. Hoppa. Oh, maar uiteindelijk dan kan die me toch nog wel aanvallen. Dat is een beetje jammer. Oh, wacht even. Die aanval, met die aanval sloop ik mezelf ook zo te zien. Oh, maar dat is niet chill. Dat bedoelen ze met terugslag. Dat ik mezelf ook kapot maak. Kijk maar hoe weinig hartjes ik nu nog over heb. Oké, dus ik moet die aanval echt niet te vaak gaan gebruiken. Ik moet nu serieus gewoon uit gaan kijken, want anders ga ik straks gewoon dood, hè. Dat is echt niet de bedoeling. Kom, Impa. We moeten hier naartoe. Deze kant op, Impa. Kom op. Oh, gosh. Oké. Nog meer enemies. Oh, nee. Ik moet niet die move doen. Even deze ijs-wrist-rope kapot maken, hoor. Oké, oppassen. En hoppakee. Zwakte aanval. Ik denk dat we hem nu wel kapot maken hiermee. Yeah. Krijg ik dan ook kistjes of items of iets? Ik heb een ijsstaf nu. Dat klinkt eigenlijk ook best wel cool. Ah, kijk, ik heb mezelf nu geheeld, joh. Ik kon mezelf daarmee healen. Ik kan dus met mijn ijsstaf ook schieten. Dat haalt alleen niet zo heel veel uit, denk ik. Dat moeten we, denk ik, in een ander leveltje doen. Want ja, dit is natuurlijk een ijsmoblin. Ah! En die ijsmoblin, die ben ik nu ook wel zat. Hoppakee, dikke doei. Impa, die is ondertussen lekker doorgelopen. Impa doet lekker de eigen dingen. Hoppakee. Ondertussen zijn er boogschutters verschenen. Boeit me helemaal niks. Ik ren gewoon door. Go, 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 go. Oké, we komen nu boven op de berg. Hier is ook weer een Rito-commandant. Die gaan we eens even vastzetten. Zo, hoppakee.
Lekker, lekker, lekker. Beuken, 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 beuken. Hoppakee, zwakte plek aanval. Nice. Ik begin de game al aardig door te krijgen, jongens. Hoppakee. Link is ook gelijk een leveltje omhoog. Ja, we moeten de boogschutters dus zien te verslaan, zodat we geen pijlen meer op onze bakkes krijgen. Hierboven is er denk ik één. Ik denk dat we hier wat bommen op moeten gooien. En hopelijk gaat deze stenen dan kapot. Ja, nice. Dan kunnen we met het zweefzaal. Hoppa, hier naar boven. Oef. En dan krijg ik gelijk een pijl op mijn bakkes. Maar hé, ik heb een sterke aanval klaarstaan voor ze. Hoppakee. Alsjeblieft, Rito commandantje. Dikke doei. Oké, hier ergens moet denk ik de volgende zijn. Ja, hierboven ergens volgens mij. Hierboven op die berg. Wacht, ik denk dat Impa de goede kant op is gegaan. Impa is hier even aan het battelen. Oeh, heerlijke aanvalletjes, Impa. Heerlijke aanvalletjes. Impa is wel een beest hoor. Jemig. Oké, en door. Ik denk namelijk dat wij hier naar links moeten. Dat we er dan zo aan gaan komen. Eerst nog even deze basis kapot maken en deze Rito-commandant verslaan. Maar ik denk dat we dan aardig op weg gaan. Kijk, lekker, lekker Impa. Oh, heerlijk zeg. Lekker ontweken weer. Kan je nu lekker bommetjes gooien. Wat bij jou een windaanval is, maar dat maakt niet uit. Commandant is bijna kapot. En ja hoor, daar gaat hij. Hoppa. Lekker, Impa. Oké, we gaan door. We gaan door. We moeten hier naar boven. Kijk, en daar zijn ze. De twee Rito-commandanten die we nog moeten pakken. Hoppakee, kom maar. Kom maar, vrienden. Au, oké. Ik ga jullie niet onderschatten. Maar ik heb hier wel een sprintaanval voor je. En een zwakte aanval. Hoppakee, daar is er eentje al kapot. Waar is die andere? Oh, die staat erachter, joh. Jij stond je te verstoppen, hè, vriend. Jij was bang aan het worden, hè. Geef maar toe. Geef maar toe. Oef. Wat een combo. In één keer was die klaar. Het is niet normaal wat Impa allemaal kan. Volgens mij is Impa veel beter dan Link. Zou ik hier naar beneden kunnen springen? Volgens mij niet. Maar dan kan Link misschien de rest wel even doen. Oké, daar gaan we. Ja, met deze aanval moet het wel altijd gaan lukken. Rito, commandantje. Hier. Klaar. Er is nog wel één over. We hebben ze niet allebei geraakt. Kom maar. Ja, breek zijn verdediging maar. En de zwakte plek aanval. En klaar. Bim! Impa zegt nog maar een klein eindje tot Rito Village. Hopelijk kunnen we dat doen. Ik denk dat het wel gaat lukken, Impa. We zijn wel heerlijk bezig, moet ik eerlijk toegeven. Even kijken of we hier inderdaad naar boven moeten gaan. Ja, ik denk het haast wel. Want dan kunnen we hier ergens ook nog naar... Nee, hier kunnen we naar beneden. Trouwens, zijn hier ook koroks te vinden of wat? Ja, er zijn hier ook koroks te vinden. Geniaal. Moeten we dan wel hier naartoe? Is dit wel de plek? Oké, ja, misschien toch wel. Want hier spawnen opeens allemaal dikke enemies. Gooi bommen. Oh, ik gooi geen bommen. Maar ik kan nu wel zijn verdediging breken. Ja, daar gaan we, IJsmoblin. Daar gaan we. Oeh, daar gaan we net niet. Hier gaan we. Hatsenflatsie. En ik ben benieuwd of we al in de buurt komen van... Revali. Impa die voelt zich in ieder geval veilig met mij naast haar. Ah, kijk eens. Hier moeten we een bom op gooien. En zo maken we weer een nieuwe weg. We zijn er nu echt bijna. We moeten alleen nog hier links de hoek om. Revali zegt inderdaad, dit is geen gewone aanval. Als onze strategieën niet werken, dan ben ik aan de beurt. Oh, moeten we gaan battelen tegen Revali? We zijn in zijn dorp. Dus ik denk het wel. Daar komt hij hoor. Daar komt hij. Oh, hij is knijtersnel. Hij is echt knijtersnel. Kijk hem gaan. Oké, waar is die? Waar is die? Daar is die. Yo, what up, Revali? Gaan wij serieus battelen? Ik kom hier als vriend, hè? Ik wil dit niet eens. Ik wilde je gewoon even wat vragen. Haha, de arrogantie. Oké, Revali. Ik weet niet wat je allemaal gaat doen. Maar ik ga je aanpakken, vriend. Ik ga je aanpakken. Jij denkt van mij te kunnen winnen, hè? Oké, die deed wel pijn. Eerlijk is eerlijk, dat moet ik ook gewoon toegeven. Die deed wel pijn. Mijn vader zegt, kunnen jullie niet vliegen? Dan wordt dit niet een echte uitdaging. Oké, Revali is wel sick. Ja, die gozer is zo snel ook, hè? Ja, mis. Lekker mis. Pak hem. Impa, slaan. Lekker. Kan ik hem stilzetten? Ja, kijk, ik kan hem ook stilzetten. Helemaal nice. Deze voor jou, Revali. Lekker ontweken. En een sprintaanval. Ja, top. Beam. Verdediging is bijna gebroken, zag ik. Hij heeft echt nog één klapje nodig. Strakjes, om zijn verdediging te breken. Oh, wacht even. Hier ben je. Oh, ik ben steeds net te laat. Hij is echt steeds net te snel voor mij. Nu dan. Lekker.
en een zwakte plek aanval. Maar die doet niet heel veel damage op Revali. Alhoewel, uiteindelijk wel. Pak hem. Pak hem, Impa. Kom dan slaan. Oké, nu gaat hij weer de lucht in. Oké, nog een keer. De ijsstaf. Lekker. En slaan. Kom op, Impa. Waar ben je nou? Kom me nou helpen. Ja, we hebben hem nu echt bijna. Zwakte plekken aanval er bovenop. Ik denk dat we er bijna zijn, maar nog niet helemaal. Ofwel. Ofwel. Daar ging die, jongens. Oh, intense battle, jongen. Ja, maar hij is niet kapot. Hij is nog lang niet kapot. Wat ben je aan het doen, jongen? Je schiet gewoon een zieke pijl af of zo in de lucht. En die komt zeker straks op mij terug. Ja, dat dacht ik al. Oef. Oef. Ha. Deze gozer, man. Het is nog lang niet klaar, denk ik. Kijk hem achter mij. Hij kan nu echt mijn hoofd doorboren, hè? Maar daar is Zelda. Daar is Zelda. Luistert Revali wel naar Zelda? Ik denk het. Ik denk het wel. Mooi pakje trouwens, Zelda. Nice. Het Rito-dorp is meermaals aangevallen door monsters. Geleid door een mysterieuze wachter. Oh, dus daarom is Revali zo op zijn hoede. Revali en zijn vrienden konden de monsters net de baas, maar vreesden nog een aanval. Ja, en ze dachten natuurlijk dat wij dat waren. Oké. Daar staat hij. Zelda begrijpt het nu. Deze band wordt nooit meer hersteld, denk ik. Daarom is waarom Revali altijd zo lullig deed tegen Link, denk ik, in Breath of the Wild. But we must address the gravity of there being another guardian resembling the little one. De vraag is of we deze kunnen gaan vertrouwen, dit kleintje. If it is in some way connected to the calamity, we must switch. Ah nee joh, we hoeven er niks aan te doen, Zelda. Out with it. We both know you'll be needing my unique skills to pilot that divine beast. Revali bemoeit zich er even mee. Die zegt: ja, jullie hebben mij nodig. Maar. Ja. Wat is de maar? About this pathetic knight in your service. Kijk hem beledigen, jongen. Sure he's got what it takes. Kijk hem beledigen. Het kleine wachtertje die bemoeit zich er even mee. Geniaal. What? Revali snapt er nu helemaal niks meer van. Ridiculous. Every last one of you. Hij vindt het allemaal maar idioot. Ja, jongens, dat was hem. Dat was hem. Supercool dat we tegen Revali gingen vechten. En we hebben hem nu gerekruteerd. Deze krijger van de Rito staat bekend om hoe hij uitblinkt in alles wat hij doet. Naar zijn kracht wordt opgekeken en hij is de bestuurder van de titaan Vamedo. Hij is trots als een pauw en een uitslover. En uitblinker. Dus hij is gewoon heel goed, maar ook heel arrogant. Dit was weer de Hyrule Warriors video. We hebben Daruk gerekruteerd in de vorige aflevering en nu Revali. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor elke dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me dan zeker ook op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!